bij dit bijzondere moment hier, ja, aan het park, aan de Muiskenlaan. Mijn naam is Sandra van Vianen en ik ben vanavond uw ceremoniemeester. Vanavond staan we stil bij wat corona voor de stad Delft heeft betekend. En we nemen zo ook de gedenkplek voor de stad in gebruik. Drie sprekers zullen hierbij stilstaan. Burgemeester Van Bijsterveld, stadspredikant René Strenghold en de voorzitter van de Raad van Bestuur van het Reinier de Graaf Gasthuis, Carina Hilders. Na de toespraken onthullen we de gedenkplek. Hier op deze plek, waar we vandaag de corona-gedenkplek zullen onthullen. U had kunnen denken, de coronacrisis ligt inmiddels al zo ver achter ons. Waarom zou ik daar nu nog bij stilstaan? Maar dat dacht u blijkbaar toch niet en daar ben ik blij om. Want die uitzonderlijke periode kan niet zomaar gewist worden uit onze geschiedenis of uit onze gedachten. Als wij erover zouden zwijgen, gaan we voorbij aan de grote impact die deze crisis op veel mensen, op vele Delftenaren, heeft gehad. En de gevolgen die velen nu nog steeds hiervan voelen. Het is goed om daar met elkaar bij stil te staan. Op zondag 15 maart 2020 keek ik met miljoenen andere Nederlanders naar de persconferentie van het kabinet. Daar werden ons de onvoorstelbare berichten medegedeeld dat de scholen in Nederland de volgende dag voor langere tijd dicht zouden blijven. En dat alle horeca diezelfde avond nog om 18 uur de deuren moest sluiten. En als ik terugdenk aan het begin van de coronacrisis, herinner ik me de verslagenheid van alles wat opeens niet door kon gaan. Evenementen afgelast, diensten die niet door kunnen gaan, niet meer samen kunnen komen. En ook de omschakeling, online diensten, online vergaderen, creatieve manieren zoeken om mensen te ontmoeten nog, of contact te houden. En ook, wat voor ons ook heel belangrijk was, het openen van de nieuwe kerk voor 3 middagen. Om toch voor mensen in de stad een luisterend oor en een kop koffie te kunnen bieden. In afstemming met de Maria van Jessekerk. Want is alles nu weer normaal? Of heeft corona toch iets veranderd? Opeens krijg je die boodschap van een pandemie. En niemand wist wat dat inhield. Als voorzitter raad van bestuur van het ziekenhuis wist ik één ding. Ik moet gezond blijven. En waarom? Omdat we met elkaar die organisatie staande moeten houden. Dus die verantwoordelijkheid die je altijd al hebt, die nam enorm toe. Van de ene op de andere dag. Dat je nog meer realiseerde hoe belangrijk het ziekenhuis in deze regio is voor alle mensen die zorg nodig hebben. 3, 2, 1.